Yo, mensen, en welkom bij deze nieuwe aflevering van Heer de Vlogs. Vandaag, in deze speciale aflevering van Heer de Vlogs, gaan we het hebben over een relevant evenement. Dat onze samenleving in zijn greep hield. Zeer relevant evenement. Jullie denken nu waarschijnlijk zo van, oh ja, daar heb ik wel van gehoord van een relevant evenement. Ik bedoel, iedereen die zich een beetje bezighoudt met, met recente relevante evenementen, die weet natuurlijk wel. Dat gisteren was het Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam. En natuurlijk keek ik daar al maanden naar uit. Naar het Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam. Ik was er zelf niet bij, helaas. Nee, geen journalisme ter plaatse, weet je wel. Maar veel over gehoord, weet je wel. Dus daar gaan we het vandaag over hebben, hè. Want zoals met elk relevant onderwerp. Staan jullie natuurlijk te popelen om te weten wat ik hiervan vond. Van het Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam. Nou, dat zal ik jullie eens vertellen. Wat ik ervan vond. Sterke show. Hele sterke show. De uitslagen. Daar twijfelde ik wel over, weet je wel. Hè? Ik twijfelde wel een beetje over de uitslagen. En die lijst die ze op het einde lieten zien, weet je wel, met wie gewonnen had en zo. Ja, de ranking, die had ik zelf persoonlijk anders gedaan, denk ik. Maar daar kunnen we zelf niet aan twijfelen. Het enige wat wij kunnen, is dit bespreken. Deze clip moet niet uit context worden gehaald, want dan word ik gecanceld op twitter.com. Dus het nummer van de Albert Heijn, daar leek het inderdaad alsof ze broccoli zeiden. Bij dat nummer van de Albert Heijn reclame. Toen ik dat op tv zag, de Albert Heijn reclame, toen dacht ik zo van, oh ja, zeg ze daar nou broccoli. Maar daar was een hele controversie over blijkbaar. Of ze in het Albert Heijn reclame nummer nou wel of niet broccoli zeiden. Nou, heb ik dit opgezocht. En ze zeiden in de Albert Heijn reclame inderdaad broccoli. Ik heb de reclame weer opgezocht. Ze zeiden broccoli. Ja, was ook mijn favoriete nummer van de show. Ik vond het wel een beetje raar dat ze reclame maakten voor Albert Heijn. Tijdens het Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam. Maar aan de andere kant, waar moet je anders reclame voor maken? Niet voor degene die nog Monster de Dokter heeft. Nou goed. En ander controversieel onderwerp, hè, was dat die een Italiaan coke aan het snuiven was. Denk ik persoonlijk dat hij coke heeft gesnoven? Denk ik dat hij geen coke heeft gesnoven? Zou kunnen. Weet je. Ja, als ik daar zou zitten, zou ik nu niet per se kunnen zeggen dat ik geen coke gesnoven zou hebben. Als ik daar nu zou zitten, weet je wel, had ik misschien coke gesnoven. Denk ik. Weet ik niet. Misschien had ik dan coke gesnoven. Als ik daar zou zitten. Dus dat kunnen de Italianen niet afrekenen. Maar aan de andere kant. Misschien als ik daar zou zitten. Had ik ook geen coke gesnoven. Dat weten we niet. Hè? Dat weten we niet. Dus in ieder geval. Ik denk niet dat de kwestie is. Of hij coke gesnoven heeft of niet. Ik denk meer dat de kwestie is. Als jullie mee zouden doen met het Eurovisie Songfestival 2022 in een ander land, in een andere stad, zouden jullie dan coke snuiven? Laat dit achter in de comments. Dit is een kindvriendelijk kanaal. Nou goed, en als laatste puntje nog, wie gaat Nederland sturen in 2022? Hè? Wie gaan we sturen naar een ander land? Persoonlijk, hoorde ik vandaag nog een goede zanger, hè, terwijl ik onder de douche stond, hoorde ik een goede zanger, Diggy Diggy Hole, zingen. Hè. Die zou ik persoonlijk naar het Eurovisie Songfestival 2022 sturen. En misschien komen we er dan eindelijk achter of ik nou wel of geen coke gesnoven zou hebben. Als ik op het Eurovisie Songfestival zou zijn. Maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Als een van jullie de show trouwens heeft gekeken, laat me dan eventjes weten wat er precies is gebeurd.
Want ik was me niet bewust dat het Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam dit weekend plaats zou vinden. Daar kwam ik gisteren pas achter toen het op tv werd aangezet. Ik was me er niet van bewust. Ik dacht dat het een paar maanden vanaf nu zou zijn, weet je wel. Ik dacht dat het in augustus zou zijn, of zoiets. Ik hoop dat jullie het een leuke show vonden. Ik heb er zeer van genoten, zoals jullie hebben gehoord. Dus in ieder geval mensen, dank jullie wel voor het luisteren naar mijn in-depth analyse van de resultaten van het Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam. Wat ik dan nog wil zeggen is, please subscribe, bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgend jaar weer met een bespreking van het Eurovisie Songfestival 2022 in een nader te bepalen locatie. Later.